Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee. Op de planning staat heel veel inpakken van de Shell artikelen. Dat heb ik de afgelopen 2 dagen ook gedaan. Dus echt ontzettend veel besteld. Bijna de hele webshop is uitverkocht. Dat betekent ook dat ik weer op inkoop ga. Dus daar heb ik heel veel zin in. Want ik heb zin in voorjaarsdecoratie en dat soort dingen. Nu eerst wat DIY pakketten en dat soort dingen inpakken. Even de orde van de dag. En ik ga ook nog nieuwe video's opnemen. Ik heb een heel leuk idee met een open hart. Dat zal ik straks wel even laten zien. En ik wou nog wat meer vertellen, maar daar ben ik eventjes kwijt. Maar daar kom ik dan straks wel weer mee terug. Kijk, ik loop aan de slag met deze hartjes van Oasis. Nou, zoals je achter me kan zien, is het gelukt. Ik zit helemaal bomvol, ik zit helemaal tussen de dozen, dus ik ga ze gauw wegbrengen zodat ze op tijd zijn. Goedemorgen! Zoals ik zei, heb ik heel veel nieuwe video's opgenomen. Ik zal ze even in beeld brengen. Een deel zou online zijn als jullie deze vlog kijken. Een deel zou misschien nog online komen. En ik ben nog druk bezig met allerlei video's opnemen en inplannen, dus heel erg leuk. Ondertussen zijn we van nu van 2 video's naar 1 video gegaan. Dus nu komt elke zaterdag een video online. Maar het blijft gewoon constant doorgaan. Dus er valt geen tussenstop of zo. Dus ik blijf gewoon lekker voor jullie video's maken. Ik ga nu op weg naar de groothandel. Want er is door jullie wel weer fanatiek besteld. Zo, goedemorgen. Ik ben in mijn werkplek, kom net van de groothandel. En ik ging eigenlijk voor een paar bestellingen heen. Ik had een aardig rustige dag, maar ik heb mezelf bij werk op de hals gehad. Want ik was bij de groothandel en ik zag hele mooie materialen voor een voorjaarsstoef. Ja, echt in hele mooie, het was volgende week heel mooi weer. En dan in al van die mooie pasteltintjes, lila, zalm, roze. Ik denk, dit moet ik gewoon meenemen. En ik wil het gewoon als DIY-pakket online. De video staat al online, want het is gewoon de voorjaarsstoef. Alleen in andere kleuren. Maar ik denk, ik ga er toch een DIY-pakket van maken. Ik kon het gewoon niet laten. Dus ik ben nu even het voorbeeld aan het maken. Dan kan die online. Dan kan die besteld worden. Hè? En zo ga ik gewoon lekker bezig. Ik vond het wel aardig goed vandaag. Dus ik denk, dat ga ik gewoon lekker klaarmaken. En dan kan ik heel veel mensen weer blij maken. Dus ik ga gauw verder. En daarna nog wat bestellingen inpakken. En ik heb gewoon een lekkere werkdag. Morgen, het is ochtendspits hier, want ik kwam erachter dat de dozen die ik had ingekocht voor mijn schatkisten, dat die niet passen. Dus ik ga nog gauw andere doos ophalen, die naar de werkplek brengen en dan ga ik naar de groothandel. Ondertussen heb ik de auto volgeladen met planten, want die moet ik ook even afleveren. Dus gauw de kant op! Thank you.
Goedemorgen, het lijkt wel herfst. Voelt wel de pet weer. Ik ben helemaal verregend. Maar goed, ik ga naar de grote alle bloemen halen. En ik heb er zin in, want ik heb veel mooie bloemen besteld. Ik ga kijken wat er allemaal is. En dan ga ik nog wat extra bloemen meenemen voor wat leuke video's. Dus ja, gauw die kant op. Zo, het is gelukt. Het past allemaal weer net. Ik zit goed volgeladen, dus gauw naar huis. Goedemorgen, zonnezorgen, we zijn er weer. Ik ga even inpakken. Ik ga even de Duitse bestellingen op de post doen. Die gaan ook in Duitsland op de post. En de Nederlandse en de Belgische bestellingen in Nederland. Dus ja, die ga ik nou even inpakken. Die ga ik wegbrengen. En ik wil even surprise boxen inpakken. Want ik had een polletje geplaatst. Morgen is het Koningsdag. En ja, dan vind ik het leuk altijd om een aanbieding te doen. Een leuke actie. En omdat er heel veel vraag weer was naar surprise boxen, dacht ik, dan is het nogal leuk om dat voor één keer te doen. Dat past ook wel een beetje bij het sfeertje van Koningsdag, vind ik. Dus daar ga ik straks mee aan de slag. Maar nu eerst even inpakken. Zo, ik heb heel veel pakketten ingepakt. Surprise boxen. En de pakketten die allemaal op de post moesten zijn ook weg. De teller staat op nul. Dat heb ik echt de laatste tijd geen één keer gehad. Dus heel erg fijn om alle bestellingen weggehaald te hebben. Oh, helemaal nu het einde allemaal in zicht is, dan ja, toch prettig. De surprise boxen kun je nu bestellen. Er zijn een beperkte voorraad leverbaar, dus mocht je ze willen bestellen, dan kan dat. Je kan er geen andere dingen aan toevoegen, want de dozen zijn er zo vol gepakt dat er niet wat anders bij inpast. Dus dat is eventjes om rekening te houden, maar ik zet ze er allemaal bij. Dat kan via www.ulnabeloes.nl. Ga ik deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer.